Verlinde. Meer versnelling baat niet. Nee, Matthijs misschien wel goed getrapt. Schitterende goal van Hervé Matthijs. Hij kwam panklaar voor zijn linkervoet. En hij krult hem heerlijk in de verste hoek. En zo Beerschot op voorsprong. En dat is zeker verdiend. De beste ploeg op het veld. Twee kansen afgedwongen. Twee grote kansen afgedwongen. De derde is prijs. En Shinton baalt. Niet toevallig Thibaut Verlinde met de actie. Baten niet. En dan met een gelukje tot bij Matthijs. En die trapt hem zeer, zeer goed binnen. Beheerst. Binnenkant voet gekruld in de verste hoek. Mooie goal. De Smet. Onder druk gezet door Baten. En die snoept hem de bal af. Men ziet hè. Rigo. Doordraaien was inderdaad de juiste beslissing. De trap en de redding van Shintop. De Smet. En dan is hij de bal kwijt. En dan zijn ze met z'n drieën als het snel gaat voor Beerschot. Verlinde op Seis af. En dan is dat goed verdedigd van Seis. Baten kan wel nog trappen. En Shintel moet lossen. Ja, niet goed uitgespeeld van de Thijsploeg. Nou, goed gespeeld. Liam de Smet, de voorzet. Talbi heeft een schietkans. Talbi. En dan wordt hij voor de lijn gered door Dante Rigo. In de laatste minuut van de officiële speeltijd toch nog consternatie. En nu misschien Ordóñez. Nee. Want Thorisson kan wegtikken. Wat werd het daar nog heet in die 16 van Beerschot. Ja, het is gewoon een cliché in het voetbal. Als je het niet afmaakt, dan komt de kans om het deksel op je neus te krijgen. Maar sowieso nog. Dat was ook nu het geval. Ze komen goed weg. Hier Liam de Smet met de voorzet voor Talbi. Meteen klaarleggen en goed getrapt door.